Hallo, welkom terug op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. We gaan vandaag wat nieuws doen. Normaal zoek ik altijd met de XP2's. Vandaag hebben we wat nieuws om te testen. De ORX, ook van XP. Met de hoge frequentieschijf. Ik ga even testen op dit trapveldje. Kijken hoe die bevalt. En ja, je ziet de resultaten zometeen. Nou, en de eerste vondst, een fietssleuteltje. Nou, en het eerste muntje met de ORX, 10 cent. En in het zand, 5 cent. Gaat lekker. En 5 cent uit het gulden tijdperk. Ziet er nog mooi uit. Nou, zoals jullie kunnen zien, zoeken we in het programma CoinFast. Ik heb een mooi signaal, even laten horen. Fiddy 82. En hier het gaatje. En we zien hem al liggen. 10 cent. Het valt me tot nu toe op dat hij echt heel erg fel reageert op muntjes. Ook wat dieper, mooie felle piepjes. Gaat hartstikke lekker zo. Nou, twee muntjes uit het gat. Maar er zit nog meer. Kijk eens. Nog één. En de eerste euro. Lekker fel signaaltje. VDI 85. Gaat hartstikke lekker zo. Net één. Nou, weer zo'n korte, mooie, hoge piep. VDI 86. Even graven. En weer 50 cent erbij. Nou, tot nu toe heel tevreden over de machine. Super licht. Makkelijk in de hand. Makkelijk te bedienen. Vel op de muntjes. En dan zit je hier op zo'n trapveldje. En dan komt er ook nog zilver uit de grond. Totaal niet verwacht. En het leuke is, kwartje 25 cent 1941. Dat is pas mijn tweede zilveren kwartje. Tot nu toe alleen maar dubbeltjes, dubbeltjes, dubbeltjes. En slechts één kwartje. Dat is nummer 2. Ik ga hem straks even oppoetsen. En dan zie je hem weer terug. Super blij mee. Op naar de volgende. En weer 50 cent erbij. En de volgende weer 50 cent. Nou, we zijn weer een stukje verder en we hebben een 1 euro. En nog veel leuker, een 1 frank. België, ik denk 1941. Dus uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, van het trapveldje zijn we even verhuisd naar een weiland. Ik heb hier al heel veel gezocht en ga nu even kijken of we met de high frequency schijf hier toch nog wat kunnen vinden. Zie je terug bij de eerste vondst. Nou, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar een halve Willemscent, 1857. En die kwam van mooi diep. Op naar de volgende. En een 1 cent uit het gulden tijdperk. Denk van net na de Tweede Wereldoorlog. Nou, hij is aardig versleten, maar het is een mooie oort. Mooi groen patina. Aan de andere kant nog heel slecht zichtbaar, maar een paar wapenschildjes. Nou, nog een mooi signaaltje. Ik zal hem even laten horen. Hij zit al in de kluit. '87. We gaan even pinpointen. Nou, eindelijk een die wat scherper is. Duitje Gelria. En de achterkant een stuk beter nog. Even draaien. Komt ie. 1784.
Zo zien we ze graag. Nou, en de volgende ziet er ook redelijk uit. Gelria 1765. En een leeuwencentje. Nou, we hebben hem al op een trapveldje geprobeerd. En ook op wat oudere groenten, duitjes, oude muntjes, gaat hartstikke lekker. Nou, daar zijn ze dan. De deus, waar ik normaal mee zoek. De oryx, die we nu getest hebben. Ja, en kun je dan zeggen welke van de twee beter is? Dat is moeilijk te vergelijken. En is ook niet helemaal eerlijk om zo te beoordelen, want ze vallen beide in een compleet andere prijsklasse. Ja, en wat kunnen we dan zeggen over onze eerste ervaring met de oryx? Ten eerste, hij is super licht. Iets wat je gewend bent van de XP-apparaten. Op velden waar weinig troep ligt, is het beter om te zoeken in Coin Deep. Loop je op plekken met wat meer vervuiling, dan is Coin Fast de beste opties. Hij heeft wat minder voorkeursprogramma's dan de deus, maar met deze twee programma's kun je aardig redden. Ja, en die hoge frequentieschijf die erbij geleverd is, die zorgt dat je best nog wel goede resultaten boekt. Veel eurogeld gevonden op trapveldjes, op oude grond ook oudere munten gevonden, duiten, leeuwencenten, willemcenten. Dus eigenlijk doet hij niet heel erg veel onder voor de XP-deus. Alleen met de deus heb je gewoon veel meer keuzemogelijkheden. Je kunt meer in de instellingen doen. Heb je niet zoveel geld te besteden, dan is de ORX echt een supergoed alternatief in plaats van de wat duurdere XP-deus. Ik ga hem binnenkort nog meer meenemen, meer testen. Dus wil je meer zien, abonneer op het kanaal. Like de video, laat een berichtje achter en dan zien we je in de volgende video.